Van City zou ik ook nog wel een vuilnietje willen een keer. Hero daarentegen. Ja, die is echt over de singel gegaan. Dus allemaal politie achteraan gegaan. Echt? Ja. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Equitality met James en Ginny en Sanne en Iris. Oh, de vlogmus. Het is weer tijd voor een Q&A, want dat hebben we heel lang niet meer gedaan. En er zijn best wel heel veel dingen gebeurd, dus we dachten, we gaan jullie meest gestelde vragen weer beantwoorden. Dus bij deze, waarom? Dus kom mee! Vraag 1. Leeft Guinness nog? Vraag 1. Gaat Bas nog op City rijden? Dat denk ik wel. Maar ik weet nog niet precies wanneer. We hadden het toevallig in de vakantie nog over dat hij wel weer mag rijden. En dat hij eigenlijk ook binnenkort wel een keertje weer wil. Maar hij zit ook nog wel tegenop. Ja, snap ik. Dus hij had het erover om misschien eerst een keertje op Roos te gaan. Want die is toch, City is op dit moment een beetje lastig. Niet omdat ze zo lastig is om te rijden. Maar omdat City natuurlijk zelf heel veel hulp nodig heeft op een moment om een beetje te bewegen. Dus ik denk Roos misschien wat makkelijker is. En daar heeft hij ook al heel veel lessen mee gehad voordat het hele gebeuren. Ja, City heeft natuurlijk heel lang stilgestaan. Dus dan is het misschien inderdaad gewoon. Ja. En als City weer een paar keer gereden heeft in de bak, kan hij daar misschien wel. Maar nou ja, dat dus. Dus ja, ik denk het wel, maar ik weet niet precies wanneer. Ga weg. Oh, je scheet bij je. Stinkt ook gewoon naar, ik weet niet. Oh! Ik weet niet waar het naar ruikt. Ja, als je ze heel ver doorruikt, dan ruik je ineens lasagne of zo. Mocht je je afvragen wat er nou met Bas is, waardoor hij weer moet gaan rijden, of dat je je afvraagt waarom iemand deze vraag stelt, check de link in het i'tje. Oké, volgende vraag. Hoe is jullie leven met paarden begonnen? Ja, ik had dus vroeger een vriendinnetje. Die had dus een pony en dan mocht ik dan wel eens mee naartoe. En dan mochten we daarop rijden. Dat was vet leuk. Maar ik mocht hem van mijn ouders nog niet op paard rijden. Dat is vet tragisch. Wat stom. En toen ben ik een keertje op ponykamp geweest. En toen zeiden ze, als je het daarna nog steeds leuk vindt, dan gaan we misschien overwegen dat je naar de manege mag. En toen ben ik naar de manege gegaan. En toen wou ik per se een eigen paard. Maar dat mocht ook niet. En toen heb ik eerst 2 jaar een verzorgpaard moeten hebben om aan te tonen dat ik elke week trouw ervoor zou zorgen. En toen ik dat had gedaan, toen mocht ik eigen pony. Wat een mooi kerstverhaal! En ik moest eerst trouw 20 jaar zorgen voor paarden en toen zeiden ze alsnog, ga maar sparen. En toen zeiden ze, hier is het dan. Ja, nee. Toen zeiden ze, wat de fuck heb je nou weer gekocht? Toen zei ik, wil je ook een pony? Nee, ik kwam ook in aanraking met paarden door een buurmeisje, een vriendinnetje. En die had geen eigen paard, maar ik ging wel altijd mee naar de paardrijles. Is Jello nou echt drachtig? Ja, dat heb ik dus ook in de vorige video een beetje toelichting over geprobeerd te geven. Check de link in het i'tje. Dat weten we eigenlijk niet. Want om daarachter te komen moet je je paard laten opvoelen. Dat betekent dus dat er een arm aan de achterkant in moet. En Jello is in dat opzicht gewoon nog niet zoveel gewend. En ik denk niet dat het goed gaat. We hebben op stal ook niet de voorzieningen om dat veilig te doen. Nee. Om het risico, want het risico dat je getrapt wordt is natuurlijk best wel groot of je arm breekt. Ja. En dan heb je normaal die opvoelbox voor en die hebben we niet op stal. En ik ga niet Jello in haar eentje meenemen naar de kliniek om dat te laten doen. Dus we wachten gewoon nog heel veel af. Maar we weten dus nog niet zeker. We gaan ervan uit dat het gewoon warme waren. Ja, maar er kan natuurlijk altijd iets anders zijn. Ja, dus als het weer dikker wordt of als we denken, oh, dit gaat niet goed. Dan doen we even een update. Waarom hebben jullie Jello gekocht? Ja, ook een hele goede vraag. Weet ik niet. Nou, check de volgende link in het i'tje. We gingen namelijk paarden behandelen. Iris ging paarden behandelen. Ik ging mee toen voor het eerst. Toch? Ja. En toen hebben we daar het laatste paard wat we hebben behandeld. Dat was Jello. En toen waren we toch in gesprek met de eigenaar. En die zei dat ze toch eigenlijk wel... Ja, dat ze te koop kwam en of wij daar nog iemand voor wisten. En ik had eigenlijk nooit bedacht om een halflinger te gaan kopen. Maar deze was zo Ik vond deze zo lief en knap. En ja. Voor zijn leeftijd en...
Ja. Alles. Ik had echt gelijk een klik met haar. En ik vond haar gelijk echt zo leuk. En dus, je kunt altijd zien wat het wordt. Dus ja, we hebben een bod gedaan en dan waren ze mee akkoord. En toen hebben we opgehaald. Dus volgend jaar gaan we kijken of ze ook echt zo braaf is als dat ze nu lijkt. En Yellow moest natuurlijk gezelschap hebben. Dus dat is meteen de reden waarom we Stan hebben gekocht. Misschien moeten we die vraag nog even beantwoorden, aangezien die heel vaak wordt gesteld. Nou, Stan en Yellow zijn natuurlijk allebei jong. En die wil ik graag eigenlijk dag en nacht buiten hebben, omdat ik denk dat dat gewoon goed is voor jonge paarden. En dat ze een beetje met hun leeftijdsgenootjes kunnen optrekken. Ze kunnen wel naar binnen dus nu s'nachts, maar ze hebben gewoon een hele grote inloopschuur en een heel groot weiland. En ze kunnen gewoon lekker even paard zijn. Ze hoeven niet zoveel. Nee. We pakken ze af en toe wel om een klein beetje basis te gaan doen. Maar dat is een van de grote redenen. En natuurlijk dat wij hier niet echt een stal over hebben op het moment. Nee. En als je dat wel zou hebben, dan zou het ook wel weer te krap worden qua weiland. Ja, niet per se dat er geen ruimte voor is, maar toch wil je het liefst gewoon... Nee, ja, dit is natuurlijk veel idealer, want dit stuk mogen we gebruiken. Dus ja, eigenlijk alleen maar meer land en meer ruimte. Dus eigenlijk vind ik het hartstikke fijn zo, op deze manier. Wat vinden jullie paarden van vuurwerk? En welke maatregelen nemen jullie tegen vuurwerk? Ja, nou, dat is dus een beetje lastig, want heel veel maatregelen kunnen we niet echt nemen. Ja, we hebben gewoon te doen met wat hier gaande is. 'S ochtends gaan ze hier altijd karbit schieten en... Dat doen ze eigenlijk al jaren. Roos staat hier al 6 of 7 jaar. Dus die schrikt altijd de eerste 10 minuten. En dan denkt ze, oh ja, het is weer zover. En de andere, nee, de Shetlanders worden er eigenlijk geen seconde anders van. En City weet ik eigenlijk niet. City en Yellow heb ik nog nooit eerder gehad met Oud en Nieuw, dus dat weet ik niet. Nee, dat moeten we eventjes in de gaten houden, denk ik, dit jaar. Ik zet ze normaal wel in het andere weiland. Dat ze dus overdag, dat ze niet... Je hebt altijd van die gekken hier die rotjes in de wei gaan gooien en zo. Ja. Dus dan zet ik ze achter, want dan heb je dus in elk geval geen aangrenzende dingen of mensen die erbij kunnen. Stan en Yellow kan eigenlijk ook niemand bij. Nee, maar daar wonen ook gewoon mensen naast die het een beetje in de gaten kunnen houden. Stel dat er echt... Klopt. Hij is ook iets minder doorgaan dan hier. Hier is het heel druk altijd voor. Ik zet de andere paarden, zet ik gewoon om 5 uur eigenlijk net zo normaal gewoon wel weer binnen. En ik doe de luiken dicht, zodat ze wat minder lawaai hebben. Maar ze kunnen allemaal binnendoor, wel met de neus bij elkaar. Op die manier is het vaak rustig. Dus ik zet vaak de radio even aan, dat ze een beetje geluid hebben. Dat je gewoon hooi, maar dat heb ze altijd. En ik ga de s'avonds, ik ga de s'avonds voeren altijd nog een paar keer extra. Dat is gewoon sowieso wat te doen hebben. Stan en Yellow, weet ik eigenlijk niet. Ik wat we daarmee moeten doen. Ja, ik denk dat we die buiten moeten laten. Ja, juist dat ze gewoon weer in en uit kunnen. Ja, want ik denk als we die in het gaan opsluiten, dat ze dan de tent... Ja, dat ze nergens heen kunnen als iets is, dat ze dan... De boel gaan afbreken. Ja, het scheelt nu ook dat er een extra hek omheen zit of zo, om dat ene stukje. Ja, ze kunnen sowieso niet heel ver. Maar ze kunnen wel gewoon naar binnen als ze het spannend vinden. Zouden jullie een veurtje met Satan en Yellow willen? Nou, niet met Stan en Yellow. Maar misschien wel van Stan apart en van Yellow apart. Maar Stan is natuurlijk geen Mary, maar dan zouden we... Stan met gewoon een soortgenoot en Yellow met een soortgenoot. Ja, dan dat misschien zou wel leuk zijn. Wel, maar Yellow is voor nu gewoon eerst het plan... Van City zou ik ook nog wel een vuilintje willen een keer. Nee, van City zou ik dat echt... City heeft ook een mooi papier en dat is hartstikke leuk. Zo lief. Paard. Ja. Het is gewoon echt het ideale... Ja, de ideale schoondochter. En jullie Stan nog ergens voor opleiden. Basisgedraging ofzo. Voor niet bijten en gezelschap. Dat het gewoon een nette jongen is. Ik voel zelf ook nog niet echt de drang om iets qua mannen of zo te gaan doen. Hij is sowieso nog te jong. En verder is hij gewoon gezelschap en super lief en leuk om mee te... Nou, waar komt Stans halster vandaan? Dat is van de... Van Harry's Horse. Van de Stout collectie. Dat is toch van Harry? Ik heb geen idee. Ik heb hem ook niet gekocht. Dat was jij. Ja, maar... Ja. Hij was wel van de Stout collectie, ja. Ja, dat is toch van Harry. In ieder geval daarvan. En volgens mij was het maat mini shed. En die past perfect eigenlijk. Dus die maat moet ik hebben. Nou, mooi. Wat is het ondeugend wat Peanut ooit heeft gedaan? Weet je, hij maakt het nooit echt heel wild. Hij ontsnapt gewoon en dan zeg je, kom terug, komt hij weer terug. Het is nooit echt heel wild. Nooit echt spannend. Hij is wel een boef, maar hij maakt het nooit echt te gek. Niet iets wat je ooit is bijgebleven. Hier ook daarentegen. Die is ooit een keer de hele stad doorgegaan toen hij ontsnapt is. De hele stad? Ja, die is echt over de singel gegaan. Er is allemaal politie achteraan. Echt? Ja. Maar misschien, dat is wel van het filmpje van Numpers. Ja, zoiets was het wel. Echt? We kunnen hier wel een keer een storytime over maken. Waar heb je hem weer gevonden dan? Hij stond in de krant. Ja, nou hier dus eigenlijk niet al te ver vandaan, maar hij heeft dus de hele single afgelegd. En uiteindelijk is hij zelf weer thuis gekomen. Nee, hij was aan de andere kant van het viaduct. Toen werd mijn moeder gebeld dat hij dus daar gebleven was. En toen was er een of andere man en die heeft van zo'n trekkabel van de auto, zeg maar, heeft hij zo'n halster geknutseld. Echt? Ja.
En die heeft daar zo'n halster omheen gehangen. En toen zei hij tegen mijn moeder, neem maar mee. Mijn moeder die dacht, joh, neem niet zo'n lekker pony mee. Dus toen heeft die man die pony hier thuis gebracht. En die heeft hier volgens 2 dagen liggen slapen. Niet die man, maar de pony. Ik dacht wel. Nee, super wild verhaal. Willen jullie hier een keer een storytime over? Ja. Let us know. Want er gingen dus wel, er zijn veel meer dingen gebeurd in dat verhaal dat hij onderweg was. Dus er kan een storytime over. Hoe komen jullie aan genoeg geld om die paarden te houden? Nou, daar moeten we heel hard voor werken, jongens. Ja, dat is waarom wij de hele dag die ellendige video's maken. Nee, maar het is, ja, ik werk natuurlijk daar gewoon volledig bij. En Sanne, die leeft eigenlijk gewoon een soort van hier. Ja, ik ga nog naar school, dus ik kan nog niet echt. Maar daarom heb jij Stan en ik de rest. Dus ja, daarom, daar moet je hard voor werken, jongens. En er blijft weinig over voor jezelf als je besluit zoveel paarden te houden. Het is niet per se aanraden. Het is kiezen of delen. Ja, je kunt niet alles hebben. Of je moet ander werk gaan doen. Dus dit is waarom jullie allemaal moeten abonneren. Wat is het dat Roos altijd achter haar oren heeft? Dat is een luchtzuigband. En die moet ze om, omdat ze dus anders gaat luchtzuigen. En dat doet ze, dat doet ze eigenlijk haar hele leven al. Alleen als ze die band niet omdoen, dan krijgt ze dus elke keer koliek. Dus toen ik haar net had, toen had ze om de dag zo'n beetje koliek. En uiteindelijk hebben we, ja, was best wel zielig. Ja, dat is zieliger dan. Ja, we hebben alles geprobeerd aan supplementen en weet ik veel wat, dat ze zich beter zou voelen. Het is niet dat ze het doet uit verveling of zo, gewoon uit gewenning. Ja, dat deed ze al 10 jaar voordat ze bij ons kwam. Dus ja, het is heel jammer, maar je krijgt het er niet meer uit. Ja. En ik wil niet dat ze om de dag koliek heeft, dus ja, dan moet ze maar een band om. En dat is ook niet ideaal, maar ik denk dat het minst van alle kwaden. Heb je ooit gewoon een paard kopen, Sanne? Ik wil wel een paard kopen, jongens, maar ik heb daar nu geen geld voor. Misschien als ik klaar ben met school en gewoon een baan heb en een vast inkomen. Oké, als je nog een paard zou kopen, welke ras is dat? Gewoon een sport, een KWPN'er of een... Zangerzijde of een man over raam of een trainer. In die trant. Hebben jullie nog een relatie met jullie vriendjes? Nou, voor nu nog wel. Ik weet niet hoe lang het nog duurt na deze video. Ja. Maar ja, we hebben nog steeds geen relatie met elkaar. We zijn nog steeds met onze eigen vriendjes. Als dat is waar je op bedoelt. Als zij dan met elkaar zijn, misschien nog niet. Oké, samen. Oh my god. Bam, bam, bam. Nou jongens. Dit was het dan weer. De ellende die een Q&A heet. Ik hoop dat jullie nu maar een beetje op de hoogte zijn van alles wat er gaande is in ons leven. Met de paarden, met de YouTube, met de... Dat jullie weer rustig kunnen slapen vannacht. Laat even weten onder de comments als je nog andere vragen hebt. Of niet, dan is dat ook prima. Of niet. Nee, ik wou zeggen, of als je nog een leuk idee hebt voor een video, voor vlog me. Dus voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie morgen weer. Doei doei.